wilde ook een ijsprong doen. Verveerlen, hè? Ijsprong. En ik wil, weet ik wie zijn, want ik ben vroeger ook een ei geweest, weet je? Iedereen is gewoon een ei geweest. Maar het lukt niet, hè? Het lukt gewoon niet. Wat doe je eraan? Springen. Ik ben geen ei meer, hè? Ik voel mijn eigen omelet ondertussen al. Ja. En ik denk van, weet je, misschien de ultieme sprong gewoon. Hop! Ervoor gaan! Wow. Het is ook redelijk koud. En waarschijnlijk ook redelijk nat. En ja, ik zit eivol met gedachten. En eigenlijk, misschien moet ik gewoon wachten op 8 maart. En aan vele vragen hoe dat ik het nu juist moet doen, want ik weet het niet meer. Het is, ik ben ook maar een ei, hè. Eigenlijk.